In het kader van de implementatie van het Caribbean Basin Security Initiative, CBSI, is een overeenkomst getekend tussen minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de scheidende ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karen Williams. De ondertekening vond plaats op 31 oktober 2022 in aanwezigheid van minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. De overeenkomst gaat specifiek om samenwerking, ondersteuning aan Suriname op het gebied van de aanpak van drugs en ook ondersteuning bij andere veiligheidsgerelateerde projecten. Ik denk bijvoorbeeld aan projecten voor het gevangeniswezen, projecten voor de politie, maar ook voor het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Deze samenwerking is begonnen bijvoorbeeld in 2011, waarbij de Amerikaanse overheid op gezette tijden donaties doet. Ik weet dat ze in het verleden fysiek bijvoorbeeld zaken hebben gedoneerd als boten, buitenboordmotoren, maar ook andere equipment. Trainingen hebben ze beschikbaar gesteld, nog steeds. Ik weet zelf dat ik, toen ik nog politie-inspecteur was, dat ik zeker 3 of 4 van deze trainingen heb mogen volgen via ILEA. En dit gaan we continueren. Met deze ondertekening, dit traject, krijgen we een donatie van $300.000. En dat gaan we besteden in equipment en trainingen. Dus die behoefte moet nog wat opgemaakt. We hebben natuurlijk bepaalde zaken die we nodig hebben. Maar misschien politietechnisch is het een beetje niet strategisch om nu al aan te geven wat er allemaal aangeschaft moet worden. Maar het zijn allemaal zaken die de politie, de veiligheidsinstituten moeten ondersteunen. Om in het provider van veiligheid voor Suriname, voor de Surinaamse gemeenschap. Heel prettig, heel vlotte ambassadeur. En de communicatie altijd goed met haar. En ook initiatieven en ideeën die ze heeft ingebracht in de relatie met het ministerie, waardeer ik zeker. En natuurlijk, het gaat door. Ook krijgen waarschijnlijk een andere ambassadeur. Maar echt mijn complimenten op de manier hoe ze de samenwerking heeft ingevuld.